Vandaag speciale activiteit. Als je moet poepen, moet je poepen, hè. Welkom bij een nieuwe vlog, jongens. Vandaag zijn we in Paradisa. Momenteel nog op de parking. En ja. Het zal weer in het Frans te doen zijn. Eerst nog even terug naar de ring. We zijn vandaag langs 3 juweliers geweest. 2 waren toe en 1 wou niet schatten. Dus ik weet nog steeds niet of de ring nu eigenlijk waarde heeft of niet. Dus dat zullen we te weten komen in een van de volgende vlogs. Kom eens hier! Stop met raar doen. Een andere naam voor jeugdpuisjes is acne. Bijna iedereen heeft wel eens jeugdpuisjes gehad. Als je moet poepen, moet je poepen, hè. Wat is dat hier? Toon, sporen. Ja, en dus deze varaan zit in een veranda van Willems veranda's. Deze vizier is eventjes na de plastische chirurgie geweest voor haar lippen. Als alles u tegen zit, weet je wat je dan moet doen? Moet niet weten wat je moet doen. Blijven zwemmen, blijven zwemmen, blijven zwemmen, zwemmen, zwemmen. Dit is mijn goede hoek. Ik heb mijn goede hoek gevonden. Hoog houden. Jij hebt geen goede hoek. Ja, dat is de harde waarheid. Nee, grapje. De waarheid komt uit de kindermond, hè, Toon. Allee. Wil je met een motto weer rijden? Ik heb vandaag met een motto. Vandaag speciale activiteit. Tuk-tuk rijden. Ik vind het hilarisch. Hilarisch. Je wordt heel erg bekeken door mensen. Hilarisch, hè, Toon? Ja, zo debiel dat het grappig wordt. Stop maar aan, man. Wieboe. Ja, nee. Aardbezie. Van de grootste aardbeienkwekerij van België. Nee, Luc, stop, zeg wel, stop. Alleen maar, ik kijk hier aan de zijkant. Oh ja. Eigenlijk moeten we mama niet meenemen. Ja, misschien beter en toch erin. Ik zie wel een rijdt. Het is te grappig. Ja, ik ben... Maar rustig aan, hè, Lise? Ja, ja.
Maar... Lenico? Lenico? Dat was de video voor vandaag. En dan zeg ik zoals altijd, like, abonneer en tot de volgende keer.